Vanavond zijn we in de Broekestraat in Leende. De fly van de maand gaat naar een bewoonster hier. Ze heeft heel veel betekend voor Leende. Dus we gaan haar verrassen. Kom. Goedenavond. Op zoek naar Maria Kuipers. En volgens het bordje woont ze hier. Maria is hard aan het werk. Goedenavond. Ja. Niet schrikken, we zijn het maar. Ja. We hebben gehoord dat je al jarenlang heel veel betekend hebt en misschien nog voor de kinderkledingbeurs in Leende. En ook ben je altijd heel enthousiast in Leenderhof, bij het verzorgingscentrum, om daar mensen met muziek bezig te houden. En daarom heeft iemand jou genomineerd voor de Vlaai van de Maand van Bakkerij Verder. Maar ja, wie zou dat geweest zijn? Ja, geen idee. Ik zie hier ook niemand ik denk van, wie is het? Rita Bos dan, of niet? Want Rita Bos is van de kinderkledingbeurs. Ja. Maria! Ah! Oh, hey. Je moet ook eens bedenken, hè? Ja, nou, ik... om hier zo maar binnen te komen. Ja, nou, dat is een heel verrassing. Ja. Rita, vertel eens hoe bijzonder ze is. Nou, ik vind Maria gewoon super bijzonder, maar dat weet ze ook wel, hè? Dat kan dan. Ik heb volgens mij al 2 jaar geleden voor de eerste keer, hè, aangemeld voor de fly van de maand. Want ik denk, dat is veel leuker dan een lintje van onze koning, hè? Een lekkere fly. En... ik heb nog een keer gemaild en nog een keer gemaild en dan kreeg ik als antwoord van ja, ze zit nog wel bij ons in het bestand, komt een keer aan de beurt. Dus ik was helemaal blij toen ik hoorde dat het nou toch echt ging gebeuren. En ik heb echt bewondering van jou, dat weet je ook, altijd voor iedereen klaarstaan. Niet alleen voor de beurs, maar ook voor het bejaardenhuis en iedereen hoeft maar te kikken en Maria die staat er. Dus daarom is dit gewoon een klein teken van waardering namens heel Lint. Dus daarom, de kanjer van de maand, de vlaai van de maand, is voor jou, Maria. Dus namens Bakkerij Verder en Heze 24. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, moet je zien, wat mooi dat je eruit ziet. Het is een hele speciale zomervlaai. Het is de mojito vlaai. Met yoghurt, munt, citroen en een vleugje rum. Oh. Mojito. En vind jij die vlaai ook lekker, Iris? Als er rum in zit, dan weet ik het niet. Iris, nou hebben we gehoord dat oma heel veel doet voor Leende. Ja. Doet oma ook heel veel voor jou? Ja, ze staat altijd voor mij klaar en ze past altijd op mij op. En ja, we doen ook vaak spelletjes samen. Dus je komt je tussen de middag wel eens eten of zo? Ja, soms wel, vooral in de vakanties. Het is helemaal gezellig hier. Ja. Dan weet jij ook waar het mes ligt en de gebakken bordjes. Ja, dat weet ik wel. Ik zeg regelen. Oké. Okay. Nou, de verrassing is wel gelukt. Ja, gelukkig.